Nee, schat. Nee, schat. Maar wij gaan maar sowieso weer afspreken. André. Huh? Martijn, ben jij bekend met het fenomeen deepfake video's? Ik heb het wel eens in de wandelgangen voorbij horen komen, maar ja, volgens mij de strekking is, je kan iemand iets laten zeggen wat hij eigenlijk helemaal niet zegt op beeld. Ja, nou ja, er is in ieder geval onlangs een video op internet verschenen, ja, van Mark Rutte, waar toch wel wat mensen in het begin intrapt. Mijn politieke adviseurs hebben me ten strengste afgeraden deze toespraak te houden. Dit is best wel bizar, toch? Dat dit kan. Zeg maar nepnieuws naar een nieuw niveau getild. Ja. Wij dachten dus ook, misschien is het wel interessant om een soort experimentje aan te gaan. Kunnen wij zelf een deepfake video maken waarvan mensen gaan geloven dat het een echte video is? Ja, en daarvoor hebben we een expert en daar gaan we even langs, want hij doet het eigenlijk in zijn dagelijks leven. Ja, hij is professioneel deepfaker. Dat klinkt als een hele slechte pornofilm. Een deepfaker? Ja, een deepfaker. Ja. Dat is een fluffer. Dat is een fluffer. Dus degene die de acteur nog even hard moet houden voor de volgende scène. Oh ja, ja. Nou, dan ben ik toch liever een deepfake. Ja, dat klinkt leuk. Hey! Hey man, Niels. Bob, kun jij voor onze leek Martijn een beetje uitleggen wat deepfake precies is? Ja, deepfake staat eigenlijk voor deep learning en fake. Nou, fake dat is een nep. En eigenlijk wat we doen als we een deepfake maken, is eigenlijk iemand iets laten zeggen wat diegene niet heeft gezegd. Dat is eigenlijk het kort wat een deepfake is. Daar hebben we heel veel beelden voor nodig. Goed materiaal, dus heel veel tussen de 4.000 en de 6.000 goede beelden, identieke beelden. Maar is het niet zo dat dit ontstaan is om iemand in een negatief daglicht te zetten? Dat wij snel die link leggen dat het negatief gebruikt moet worden, dat is logisch, maar dat zie ik met heel veel elementen. Kijk maar even naar Photoshop. Toen dat zeg maar opkwam, dachten mensen ook, oeh jezus, het leven is gevaarlijk dat kan. Ja, dat gewone consumenten dat kunnen gebruiken. Ik vind het wel een gezond teken dat we ons gaan afvragen of iets waar is of niet. Nou kijk, even worst case scenario. Ja. Je hoort natuurlijk wel eens wat dingen over Rusland, Poetin, ja, het hele gebeuren, ja, over fake news, ja, politieke uitslagen beïnvloeden. Ja. Stel dat hier in Nederland zou gebeuren, met inmenging, ja, vanuit een ander land. Ja. Door middel van deepfake video's, ja, hoe kunnen we dat tegengaan? Ik denk niet dat we dat kunnen tegengaan, om eerlijk te zeggen. Dat is misschien niet het antwoord wat je zou willen horen, maar ik denk eerlijk gezegd, want die vraag komt ook wel eens voorbij, hoe kan je een deepfake herkennen? Ik denk dat we op een grens komen dat dat niet meer kan. Zou jij deepfake video kunnen herkennen? Nou, ik herken de meeste wel tot nu toe, maar dan moet ik ook wel zeggen dat je hebt een paar hele goede deepfakers en die maken video's, dan herken ik het ook niet. Op TikTok heb ik een video dat ik zelf Rutte ben en ik ben wat dikker, dus ik ben een wat dikkere Rutte in de lift. Die gooi ik dan speciaal dan op TikTok, omdat ik dacht, die is niet zo goed gelukt. En mensen reageren zakkenwasser en lul en dit is mensen. Op TikTok gaat het zo snel dat mensen de context helemaal niet snappen. Maar je snapt dat TikTok vaak allemaal kinderen zijn, hè? Ja, nou ja, dan kan je nagaan dat ze heel kritisch zijn voor politiek, ja. Die zijn wel politiek bewust, dus ja. We hebben natuurlijk even over de eventuele negatieve kanten van deepfake gehad, maar lost het bijvoorbeeld ook maatschappelijke problemen op? Nou, er zijn wel hele interessante toepassingen. Er wordt nu naar gekeken voor rouwverwerking. Mensen die het heel moeilijk vinden om iemand die ze hebben verloren in één keer los te laten. Dat is een hele mooie documentaire. En commercieel gezien voor de filmindustrie heb je gewoon hele praktische toepassingen. Maar dat zijn echt van grote Amerikaanse studio's, waarbij een hele bekende acteur waarschijnlijk, of een actrice, heel duur is om het set te hebben. Die kunnen we deepfaken, dus die kunnen we gewoon retakes mee doen. Of daar kunnen we spannende scènes mee draaien terwijl ze een andere film aan het draaien zijn. Dus daar zijn hele praktische toepassingen voor. Maar dat betekent wel dat wij misschien ook wel gewoon veel minder daadwerkelijk op de set aanwezig zijn. Jullie hier wel? Is dit een deepfake? Ah, dat is jouw stand. Maar dan zou je dus blijkbaar kunnen hebben dat je bijvoorbeeld Brad Pitt dan echt kan boeken. Of ze deepfake versie en daar betaal je dan minder voor. Dan heb je een bepaalde licenties van. Ja, dat is wat er nu al gaande is. Ja. En ik geloof heilig dat over 40 jaar dan gaan we een filmposter zien. En dan staat erbij, dit is met echte mensen gemaakt. Dat is waarschijnlijk iets wat echt een meerwaarde gaat zijn straks. Wat jij eigenlijk al zegt. Wauw. Ik snap helemaal ook de positieve kant eraan, maar ik word hier toch wel een beetje bang van. Ja. Ik ben eigenlijk nu wel heel erg benieuwd naar jouw werk, zeg maar, als deepfake videomaker. Dus kun je ons even meenemen in het proces, hoe het gaat en met welke dingen jij soort van bekend bent geworden? Ja. Wat ga je nu laten zien? Ah, dit is Grappenhuis ligt eruit, dat is de titel. Dat is eigenlijk een van de eerste video's die best wel viral ging. Die echt overal werd vertoond. Die heb jij gemaakt? Die heb ik gemaakt, ja. Ja. En dat is dan, ik vond het zelf heel erg goed gevonden als ik dat zo mag zeggen. Omdat Grappenhuis had net die bruiloft gehad, weet je wel. Dat hij binnen die anderhalve meter zijn oma knuffelt, nou dat soort dingen.
En van Gerben lag eruit. Nou, die combinatie, alle twee kalend, dacht ik, dat vond ik een grappige video. Oh ja, geestig. Een combinatie. Nee man, het is wel realiteit. Lukte voor een meter. En dan mag ik alleen maar mezelf kwalijk nemen, niet meer anders. Even serieus, wat gebeurt hier? Want zijn mond beweegt precies met wat ja, hij zegt, maar het is allemaal achteraf ingesproken. Ja. Je gebruikt alleen de contouren van... Eigenlijk wel, bij deze, misschien dat je het wat makkelijker kan zien. Als voorbeeld met jullie nieuwe collega. Dan heb ik hier, ben ik dus aan het trainen. Bram. Ja, dit is Brammetje. Nou, even verder. Dit is eigenlijk echt het beeldmateriaal van Bram. En hij probeert dit eigenlijk synthetisch na te maken. Dus dit is eigenlijk al een neppe variant. En je ziet dat het al best wel goed gaat. Dus dat is de synthetische. Dit is dan mijn broer echte materiaal. Dus ook weer een synthetische variant. En dit is dan wat Bram doet naar de hand van deze frames. Wow! Ja, hij is wat ouder en wat biertjes verder volgens mij. Ja. Dus dan, dit is alleen biertjes. Ja, niet alleen. Het zijn alle beelden die ik ervoor gebruik. Even doorgespeeld uiteraard. Ja. Dat zijn iets van 6000. Holy shit. Zo. Oh, maar dit is eng man. Ja. Zeg maar, dan kom je ergens binnen en dan staat jouw kopje hier zo. Ja. Dit is slecht rol. Er is ook een gast in India, die is net opgepakt. Die is vrouwen gaan zoeken op Instagram met heel veel beeldmateriaal. En die is gaan deepfaken op porno en die is gaan DM'en. En gezegd, ik heb jou gediepfaked op porno, maar niemand weet dat. Geef mij geld. Dus er worden ook hele kwalijke dingen meegenomen. De flip die we gaan krijgen straks, is dat als iedereen weet dat dit kan, dan is het nog veel gevaarlijker om te zeggen, ik was dat niet, dat is deepfake. Ja? Want je hoort de Trump eigenlijk al zeggen, ik heb dat niet gezegd. Dan kun je dus dingen mee ontkennen. Mee ontkennen. En dat is eigenlijk denk ik nog wel enger, is die flip, is het totale ontkennen van of iets waar is of niet, is denk ik enger dan de waarheid manipuleren, om het maar zo te zeggen. Nou goed, Martijn en ik willen even het experiment aangaan. Dan kunnen wij een deepfake video maken die andere mensen geloven, zonder erbij te vertellen dat het een deepfake video eigenlijk is. Eigenlijk fake news de wereld in brengen. Maar wat heb jij van ons nodig? Ja. Wat ik voor jullie nodig heb is veel bronmateriaal van degene die we gaan deepfaken. Dus veel beeldmateriaal. En een video waar we degene op gaan deepfaken. Dus dat zijn eigenlijk twee elementen. Dus dat laatste zouden wij eventueel zelf kunnen spelen. Ja. En dan kunnen we diegene alles laten zeggen. Wij krijgen dan, of een van ons krijgt dan, een gezicht op ons gezicht geplakt. Exact. Ja. Duidelijk. We moeten even wat in het nieuws zien te verspreiden wat wel geloofwaardig is, wat makkelijk opgepakt wordt. André Hazes junior. Bijvoorbeeld. Hij is nu weer terug bij naar Monique, toch? Nee, maar hij is weg nu bij Sarah, zeggen ze. Maar dit is dus waarom dit een goed onderwerp is. Ja, precies. Los van het feit dat die gozer tering gespierd is, heb je wel een beetje dezelfde contouren. Deze jas, dan weten sommige mensen wel dat die van mij is, dus die moet ook even uit. Dus jij komt gewoon een winkeltje uitlopen en dan is André Hazes junior. Je gaat toch naar Monique en dan is het Monique, gozer. Ik neuk tegenwoordig gewoon Bridget, man. Maar dan in iets andere bewoordingen. Ja. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Dan speel ik de vervelende paparazzi leuk. Dit is wel iets wat meer richting de trant van André Hazes junior. Mis nog wat hele stoere ringen. Hij heeft altijd van die hele grote. Hij heeft ook fucking lang haar, is dus misschien een muts. Zo. Nou, waar is Niels gebleven? Hij heeft een beetje zo naar achteren. Dan moet je niet zien dat jij kort haar hebt. Dus we moeten het even net zo. Hey, zullen we anders gewoon een deepfake video van Tim Hofman maken? Ja. Hoe makkelijk is dat? Ik ben André Hazes junior, jij bent Tim Hofman. Dit zou wel kunnen, hè? Maar hey, grap, je stem. Wordt dat vervormd of moet jij dat ook doen? Nee, dat moet ik waarschijnlijk wel zelf doen. Oké, een winkeltje. Ja, en dan kom je daar gewoon lekker uitlopen. Wil je iets van weten wat je ongeveer wil gaan zeggen? Nou, wat ga jij vragen? André! Hey André! Ik denk niet dat het er goed komt als ik deze vragen stel. Hey André, ik hoor dat je weer terug naar Monique gaat. Nou, we hebben echt een hele leuke Halloween party gehad. Maar nee, niet naar Sophie. Weet ze nou? Sarah. Ik zou zeggen, laat het gewoon één keer proberen. Ja, nou, je mag dit niet delen. Je mag dit niet delen met andere media, maar. Jarenlang media training. Maar dan. Je mag dit niet delen met andere media. Maar nee, het is. Bridget. Ik ga terug naar Bridget. Ik krijg nu een berichtje van Bridget. Is dat het? En dan zo. Of moet ik je gewoon betrappen dat je met Rich aan het bellen bent? Ga je nu terug naar Monique? Dat ik je soort van... Want het is natuurlijk heel raar als je tegen een man blijft schrijven. Oké, ik noem jou gewoon Bridget in mijn telefoon.
En ik sta zo, hé schat. En jij filmt me zo achter, over de en dan shoulder. Zie je Bridget Maasland. Ja. Dat is veel geloofwaardiger. Okay. Nee schat. Maar wij gaan sowieso weer afspreken. Ja. Oh, dat gaan we absoluut André. Doen. André. Huh? Nee, wij zijn echt slecht in die fake. Holy shit. Dit is moeilijk. Hoe gaat hij dit nou ooit recht trekken? Oké. Okay. We gaan gewoon een paar. We gaan het even een paar doen. Ja, schat. Maar we gaan. André. Ga je niet terug naar. Nee, schat. We gaan absoluut André. Huh? Kort dat je weer terug naar Monique gaat? Oh, schatje, ik bel je zo terug. Is dat nog Bridget Maasland? Is je met Bridget aan het bellen? Ik heb heel leuk contact gehad met Monique, met Halloween. Maar ik ben toch weer terug bij Bridget. We proberen het weer. De meeste, maar. Meer kan ik niet zeggen. Okay. Meer kan ik niet zeggen. Misschien, hoe ga je met de kids? Wat ga je met de kids doen, André? Hey, volgens mij was het... Het was in ieder geval de beste. Het was de beste tot nu toe. Ja, toch? Oké. Okay. Even kijken. Nee, maar meer kan ik niet zeggen. Je hebt alles al gezegd. Ja. Maar meer kan ik niet zeggen. Ja, maar zo is hij in het echt ook. Hij doet altijd, ik kan niks zeggen, maar uiteindelijk bevestig ik alles. Ja, dus dit klopt. Ja, oké. Okay. Zo is hij. Dus gaan we het hier behouden? We gaan het hier gewoon behouden. We gaan eens even kijken wat hij ervan kan brouwen. Ben je heel benieuwd? One week later. Nou, we zijn inmiddels al een weekje verder. Bob heeft die keihard aangebeund, maar Niels was ziek. Ja, dus hebben we zijn AliExpress versie laten vliegen. Maar goed, jij hebt hem nog niet gezien. Ik heb hem nog niet gezien, dat klopt. Ik wel, maar ja, ik weet natuurlijk dat het ontzettend nep is, dus ik kan het wel zien. Ja. Bram, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Sorry, ik kan dit niet serieus nemen. Oké. Okay. Ja. Ik heb heel leuk contact gehad met Monique, met Halloween. Maar ik ben toch weer terug bij Bridget. We proberen het weer. Meer kan ik niet zeggen. Meer kan ik niet zeggen. Misschien, hoe ga je met de kids? Wat ga je met de kids doen, André? Ik moet wel. Hij heeft zelfs weer de tanden. Wat vind je ervan? Nou ja, je ziet het wel, dat het net is. En waar zie je het aan? Nou, het lijkt een beetje een Disney X. Een animatie-achtige versie. Denk je dat andere mensen dit wel zouden geloven? Ik heb het in een hard hoofd in. Maar dat gaan we uitzoeken. Ja. Nou ja. We gaan het niet online zetten. Nee, oh ja, dat is wel goed te zeggen. Ja. In eerste instantie was het natuurlijk de bedoeling dat we dit online zouden zetten om te kijken of de media het zou oppakken. Maar dat mag natuurlijk niet, want dat is... Smaad en lastig. Ja. Ja, en hij zit al thuis. Volgens mij gaat het niet zo goed met die jongen. Het is ook helemaal niet leuk als we dat nu... Nee, trap nog even verder de grond in, inderdaad. Nou, laten we gaan. Laten we kijken of mensen het geloven. Ik ga je een filmpje laten zien. En moet je mij gewoon vertellen wat je ziet. Ik ga er helemaal niks bij zeggen. Er zit sowieso iets overheen over zijn gezicht. Sorry? Er zit iets over zijn gezicht heen. Dat klopt niet helemaal. Ik moet even zeggen. Oh. Nou, best. Nee, ja. Je zag dat er iets overheen zat? Ja. Ik zie dat gewoon, hè. Ja, man. Toch nog minder intelligent. Ja, misschien even een oud iemand even zoeken hier. Normaal gesproken dan is het ook weken aan het renden en hij heeft dit in een klein weekje gemaakt, hè. Ga je dit voor hem opnemen? Jazeker. Nee, ja, ik... Maar kijk, die andere filmpjes die ik van hem heb gezien... Ja. Dat is wel echt next level. Ja. Oké, ik ga gewoon een video laten zien en mogen jullie vertellen wat jullie hebben gezien. Ik heb heel leuk contact gehad met Monique, met Halloween. Hè? Ik denk weer dat hij bij Monique terugkomt. Jij denkt dat hij weer bij Monique terugkomt? Ja. Want dit was André Hazes, toch? Nee. Nee, dit voor... was jij. Was ik dit? Ja. Koekoek. Hi. Koekoek. Hoor, dat was een koekoek. Maar oprecht, je zag niet dat het André Hazes was? Het was André Hazes niet. Zeker niet. Ik was het, maar dan met een filter. Ja. Scherp. Maar jij zag het niet, hè?
Nee, maar ik zat er niet recht voor, hè? Ik stond er niet recht voor. Hij wel. Nee, ik zag het meteen. Dus. Oké, dus jij zag het niet, jij zag het wel. Ja. Heel veel mensen trappen er niet in, maar dit is natuurlijk ook niet zijn beste filmpje. Nee. Maar het is wel lijp dat dan één vrouw, die zat al gewoon boos in de auto terug naar huis. Fucking André, ga terug naar Monique, lul! Heel leuk contact gehad met Eloïe. Waar heb je zojuist naar gekeken? Nou, ik geloof het eigenlijk niet. Wat geloof je niet? Ja, dat hij weer terug is bij Bridget. Ja, denk je? Dus hij probeert gewoon iedereen op dwaalspoor te brengen. Ja. Want dit was André Hazes junior natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En als ik jou vertel dat het niet André Hazes junior was? Kijk eens goed. Ik zie gewoon André Hazes. Ja? Ja. Ja, dat is een top antwoord. Ja. Wij gaan verder met ons baanbrekende onderzoek. Let's go! Waar heb je naar zitten kijken? Ik heb geen idee. Kennen jullie André Hazes junior? Ja, ik ken André Hazes junior wel. Maar zijn gezicht er gewoon een beetje nep uit of zo. Oké. Ja. Dus je zag dat hij het niet was, maar ik zag dat hij het niet was, ja. Okay. Ja, precies. Nou ja, dat was. Ja. Dat klopt. Nee, toch. Mevrouw, bent u ook zo fan van André Hazes junior? Ja. Ja? Nou, we hebben een video van hem. Die moet u even zien. Ik als mede-fan van André Hazes junior, ik vond het schokkend. Want u weet dat hij een beetje schommelt in zijn relaties. Ja, dat weet ik. En ik wist niet dat het nog een keer zou gebeuren. Hij gaat van de ene naar de andere. Ja, snoepert is het. Maar ik ben toch weer terug bij Bridget. Wat moet hij met het oude huis? Misschien moet een oproepje doen. André, als je kijkt, ben je nou aan het doen, grap. André, wat moet je met het oude wijf? Ja, dat is toch zo. Dat is toch verschrikkelijk. Maar zal ik u een grapje vertellen? Dit was André Hazes junior helemaal niet. Ziet u niet dat er een beetje een soort van animatieding over zijn gezicht zit? Ziet u dat niet? Nee, ik zie het niet. Ja, het is wel een beetje duidelijk dat de jonge generatie ziet dit. Ja, maar dat oudere generatie die heeft het niet eens als mogelijkheid in een kopie, omdat dit natuurlijk van de zotte is dat dit kan. Ja. Ik heb een heel leuk contact gehad met Monique. Nou, heftig, ja, dat kan je verwachten van hem. Het gaat heen en weer. Jij zag deze al aankomen? Ja, zoiets wel, ja. Het is maar wat als ik u zou vertellen dat dit André Hazes junior niet was? Oh, dan lijkt hij er verdomd veel op. Wel, hè? Ja. Dus u zag het niet? Nee, ik zag het niet. Even kijken, hier, dit is de originele video. Ah ja, nou zie ik het. Zou je dit voorbij zien komen op social media, dan had jij gedacht, dit is André. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hey Bram, conclusie? Nou, er zijn dus mensen die dit echt geloven. Ja. En ik hoorde dat dit is in een weekje gemaakt. Normaal gesproken duurt het 4 weken en dan ziet het er helemaal echt uit. Ja. Dus feit is, je kan niks meer geloven wat je op het internet ziet. Dat is eigenlijk wel een beetje waar we naartoe gaan. Ja. En ik vind het eng. Ja. Ja, ik zit ook te bedenken hoe ik hier gebruik van kan gaan maken in de toekomst. Wel, hè? Ja. Ja. Nee, volgende keer weet je niet meer wie er presenteert. Het zou zomaar Bram, ik of Niels met het gezicht van iemand anders kunnen zijn. Ja, gaan we volgende week. Geloof niks meer. Tot volgende week.